Nu zijn we vooral eerst op zoek naar een ochtendburgemeester in Sint-Lievenshouten. Daar zijn we terechtgekomen. En ik heb gewoon Stijn aan de telefoon. Stijn, goedemorgen. Goedemorgen. Stijn, jij bent een inwoner van Sint-Lievenshouten. Dat ligt toch ergens zo rond de 40 ergens, hè? Wel, ik ben een inwoner van Letterhoutem. En Letterhoutem is dan weer een deelgemeente van Sint-Lievenshouten. Maar wat een schone naam voor een deelgemeente. Nooit van woord. Letterhoutem. Wat prachtig. Ja. En dat situeert zich in de driehoek Wetteren, Erkenmeren, Zottegem. Daartussen. Dat is zo'n driehoek dat ligt op 5 minuutjes van Erkenmeren, 5 minuutjes van Wetteren en een 7-tal minuutjes van Zottegem. In dat is die driehoek. Een prachtige streek in feite. Dus om Sint-Lievenshouten te bereiken neem je de afrit E40 ja? Wetteren plus ja. Brussel. En dan aan de tweede lichten neem je links en dan kom je zo Sint-Lievenshouten. Tweede lichten links en zo kom je. Oké, goed, maar laten we beginnen met het begin, namelijk de postcode van Sint-Lievenshouten. Wat is dat? De postcode van Sint-Lievenshouten is 9520. 9520, dat is genoteerd. En kijk, ik weet dat de streek gekend is voor prachtige fietsroutes en wandelroutes. Maar los van dat soort dingen, ja, zijn er nog interessante zaken aan Sint-Lievenshouten? Wel, Sint-Lievenshouten beschikt over het tweede grootste marktplein van Oost-Vlaanderen, naast Sint-Niklaas. Is dat echt? Ja, dat is echt. Genoteerd. Dat is echt. En is het mooier dan van Sint-Niklaas? Want laten we eerlijk zijn, dan van Sint-Niklaas is niet vet, grote parking eigenlijk. Het marktplein van Sint-Lievenshouten wordt volgend jaar opnieuw heraangelegd. Ah, ja. Dus dat van Sint-Niklaas denk ik wel dat een beetje mooier is. Maar ze werken eraan. Noteer maar dat ze eraan werken. Ja, er wordt aan gewerkt. Vanaf volgend jaar wordt eraan gewerkt. Ik hier nu net online ook gezien dat Sint-Lievenshouten een nieuwe logo van de stad ook heeft. Blijkbaar net vernieuwd. Nee, ja, dat klopt. Ja. Dat klopt. Weet je al hoe het eruit ziet? Nee, dat weet ik niet. Ik krijg geen niet zoveel briefwisseling van het gemeentebestuur van Sint-Lievenshouten. Misschien wel goed, hè? Want dat zijn meestal geen plezierige brieven. Hè. Nee, maar je merkt dat het leeft en dat ze dingen vernieuwen. Dus een vernieuwende gemeente. Ja. Zijn er ook streekproducten? Niet zo dat ik weet direct. Maar er is natuurlijk wel de bekende melkerij van Inex. Die is gelegen in Bavenhem. En Bavenhem is dan natuurlijk ook weer een deelgemeente van Sint-Lievenshouten. Ah ja, vind ik melk wel een streek. Ja. Melk, ja, de Inex specialiteiten die worden allemaal geproduceerd in Bavengen. Oh. De yoghurt en zo en de Samsung drinkjes en al, dat komt allemaal vandaar. Dus die melkproducten, ik ga het zo omschrijven. Ja, dat je het breder neemt. Hè. Ja. En bekende inwoners, zijn die er? Nee, niet zo direct dat ik kan. Ik woon al lang en ben al getogen en geboren, maar bekende inwoners, nee, dat kan ik niet mededelen. Nee, ik vind dat ook aangenaam, dat je zo is rustig, dat je zo niet wordt lastiggevallen door al die BV's de hele tijd. Ik vind dat een positief punt. Ik ga dat ook zo noteren. BV-vrij. BV-vrij, ja. Ik kan misschien andere luisteraars van de regio, maar ik kan niet, nee, ik kan niet direct iemand zijn die bekend is. Ja, want ik heb wel het gevoel, Stijn, dat jij een centrale figuur bent in de gemeente Sint-Lievenshouten. Dat gaan we belonen met het ochtendburgemeester. Je krijgt van onze pin en een oorkonde toegestuurd. Dikke proficiat. En Sint-Lievenshouten is ook gekend voor de grote jaarlijkse wintermarkt op 12 november natuurlijk. De grootste winterjaarmarkt van de Vlaanderen. Dus dat is wel een unieke trekpleister. Waar jaarlijks tussen de 40.000 en de 80.000 bezoekers naartoe komen. Ik dacht dat Sint-Lievenshouten met die naam, dat zegt mij iets natuurlijk. Ja, nu je het zegt. En de Capassa Party is ook in Sint-Lievenshouten geweest in het jeugdhuis. Dat is keigoed. Oké, maar ja, er is van alles. Dat onthouden we, Stijn. Alles te doen, ja. Sint-Lievenshouten ligt feitelijk aan het begin van de Vlaamse Ardennen. Maar het behoort nog tot de Denderstreek. Het is nog de Denderstreek, maar ene keer richting Zottegem ga je al de Vlaamse Ardennen en de fietsroutes en de wandelpaden tegemoet en voor elk wat wil. Stijn, gaan we afspreken dat we nog niet alles verklappen van Sint-Lievenshouten? Nee, dat is een maar klein beetje de mysterie. Mag in de kijker komen. Weet het, maar het is vrede in de kijker gekomen nu. Maar zo een klein beetje mysterie gaan we nog houden. Merci, maak een mooie dag van. Dag, Stijn. Ja, merci, Stijn. Bye-bye. Als er toch nog iemand te bekennen in de moederkant van Sint-Lievenshouten, stuur het eens even door. Via de QR. Sam en Heidi. Q Music. You make us Q.